Ja, dank je meis. Nee, het gaat wel weer. Nee, weet je wat het is? Het is die schrik die dan zo in je lijf gaat zitten. Maar eigenlijk vind ik dat niet eens het belangrijkste. Ik denk aan al die andere slachtoffers. Nou, ik vind dat je wel mag spreken van een collectieve ramp. Wat dacht je van al die jaren dat ik omgefietst ben naar de Appie Heijn, terwijl ik hier een sparretje op de hoek heb zitten? Henk, die de notabene een hele aanbouw doorheen drukt, weet je, jarenlang op en neer naar de praxis gaat, allerlei nutteloos gereedschap, ook wat hier nou maar staat te staan, en dat allemaal voor die Miles. Omdat we dat allemaal voor 1 november moeten gaan verzilveren. Ja, kom ik niet op, ik kom er niet op, heb ik geprobeerd. Naar de Efteling, ik was vorige week bij de Efteling. Annie vierde daar de verjaardag en die heeft ook nog onze kaartjes betaald. Dus daar kon ik ze ook niet kwijt. Nee, waar het mij gewoon om gaat, is dat al die dingen die ik had kunnen doen met die Miles, dat me dat wordt ontnomen. En ik ga er ook gewoon aan onderdoor.